Zo. Welkom allemaal. Welkom hier in de zaal. Fijn dat jullie er weer fysiek bij zijn. En ook mensen thuis die dachten, deze storm sla ik even over en ik kijk lekker vanaf de bank. Ook welkom bij deze mooie avond van angst naar anxiety. Vanavond onderzoeken we onze collectieve angsten. Als we de media moeten geloven, is angst een alomtegenwoordig probleem. Meer dan 1 miljoen Nederlanders zouden last hebben van een angststoornis. En vooral millennials lijken te kampen met anxieties. Maar leven we echt in een angstcultuur? En wat zegt zo'n diagnose dan? De psychologie heeft het discours over emoties geconfiskeerd. Ten onrechte, schrijft Rudy Laarmans in zijn essay Gedeelde Angsten. Hier is hij. Deze kwam vorig jaar uit bij Boom Uitgevers. En rondom dit boekje hebben wij deze avond georganiseerd. En hij schrijft, wat we vrezen zegt iets over onze samenleving. Hij onderzoekt onze angsten dan ook als betekenisgever en cultuurgebonden fenomeen. Wie vreest wat en waarom? Wat betekent het om angst te typeren als niet als psychologisch individueel probleem, maar als politiek en sociaal probleem? En hoe zouden we kunnen ontangsten? Over deze vragen en meer gaan we vanavond nadenken met uiteraard de schrijver van het essay, Rudy Laarmans, hoogleraar sociale theorie en kunstsociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. En zoals ik lees in zijn essay, geëngageerd mogelijkheidsmens. En hij zal eerst zijn essay introduceren. En daarna zal ik verder gaan met nog andere bijdragers. En er is ook nog plek voor ruimte voor vragen, dus schrijf ze op. Daar is aan het einde ruimte voor. Ik ben Lieke Kneijnenburg. Ik zal de avond modereren. Ik ben schrijver en webredacteur bij de Groene Amsterdammer. En ik nodig graag Rudy uit om te beginnen met een openingsstatement. Welkom. Dankjewel voor de inleiding. Het is een plezier om hier te zijn. Het was lang geleden dat ik nog in Amsterdam was. Dit evenement is ook om de bekende redenen even uitgesteld moeten worden. Dus ik ben blij dat het ook uiteindelijk live kan doorgaan. Ik heb het essay, het is een lang essay geworden, 130 bladzijden. Ik noem het altijd een boek-essay. Ik heb dat boek-essay over gedeelde angsten geschreven op vraag van het Fonds voor Publieke Sociologie. Het is denk ik een publieksvriendelijk essay geworden. Maar eigenlijk heb ik angst gebruikt om een bredere tijdsdiagnose te maken. Waarbij dat natuurlijk het gegeven van corona wel mij een directe opmaat leverde om het over angst te hebben. Het is niet voor niets dat het eerste hoofdstuk handelt over smetvrees. Smetvrees, de angst voor besmetting, dat heeft te maken eigenlijk met een angst om een stuk gezondheid te verliezen. En voor mensen met onderliggende aandoeningen, oudere mensen, kwam dat gezondheidsverlies in sommige situaties ook neer natuurlijk op levensverlies. Daartegenover stond degene, en ze staan er nog altijd, degene met twijfels aan vaccins tegen corona. Ook zij werden eigenlijk toch wel gedreven door een angst die te maken had met gezondheidsverlies. Onbekende effecten van vaccins, onbekend, omdat de wetenschap er op dit moment natuurlijk nog niks kan over zeggen. En dan hebben we de harde vleugel die zich heeft afgetekend in het protest tegen vaccinatie, tegen de coronapas ook. En daar speelde dan, al dan niet met meer complottheorieën op de achtergrond, daar speelde dan wat je zou kunnen noemen vrijheidsverlies en de angst voor verder vrijheidsverlies. Nu gebruik ik hier een paar keer het woord verlies en dat is nogal bewust, omdat ik denk dat verlies de kern vormt van verschillende vormen van angst. Angst heeft te maken met een situatie van gevaar waarin dat je iets gaat verliezen, je bent bezig iets te verliezen, ik kom daar zo dadelijk nog op terug, of je kan iets verliezen. Met andere woorden, het verlies en ook het gevaar is zeer imminent, het is zeer actueel, of het is virtueel. Denken we bijvoorbeeld aan de smetvrees, de angst voor besmetting, dan ging het toch in de eerste plaats voor de meeste mensen om een virtuele angst. Angst heeft te maken dus met verlies en ja, je kan die angst voor verlies eigenlijk toch wel binnen heel veel sferen onderkennen. En hier opent zich de mogelijkheid om door de lens van de angst te kijken naar bredere maatschappelijke ontwikkelingen.
Als ik bijvoorbeeld denk aan zoiets als relatieangst, dus de mogelijkheid van een relatiebreuk, waarbij dat ik natuurlijk veronderstel dat die relatie al wat langer duurt, dan heeft die duidelijk te maken met een maatschappelijke ontwikkeling. Er is daar een duidelijke maatschappelijke inbedding, namelijk wat we als sociologen plegen te omschrijven. Het is ook een woord dat ingeburgerd is in het brede maatschappelijke midden, als het individualiseringsproces. Geeft mensen meer beslissingsvrijheid. Heeft weer te maken met een meer evenwichtige, nog lang niet evenwichtige, machtsbalans tussen mannen en vrouwen en meer algemeen tussen partners. Geeft mensen een grotere vrijheid om eigenlijk relaties op te zeggen. Maar daar zit een ommekant namelijk aan wat je dus kan noemen relatieangst. Ik probeer in mijn boek een staalkaart te maken van een aantal veel voorkomende angsten. En dat zijn angsten die sociaal gedeeld worden, zij het meestal binnen specifieke groepen. Ik heb het onder meer over controleangst, dus de angst voor het verlies aan controle. Dat hebben we ook gezien tijdens de pandemie natuurlijk. De angst dat we uiteindelijk niet zouden kunnen bemeesteren. En waar we spreken over controleverlies, is het inderdaad ook altijd een kwestie van een angst dat we de situatie niet meer in de greep zullen hebben en niet meer zullen bemeesteren. Wat mij als socioloog bijzonder interesseert, dat zijn angsten die te maken hebben met status. Bijvoorbeeld de angst om sociaal te dalen op de maatschappelijke ladder. Zeer actueel, ik kom daar zo dadelijk nog op terug. Het is eigenlijk een directe doorsteek naar iets wat ik toch even wil benadrukken. Wij leven niet, zoals sommigen hebben gesuggereerd, denk ik, in een angstmaatschappij, in de algemene betekenis van maatschappij, dat wij allemaal angstig zijn geworden. Ik denk daarom ook niet dat we leven in een angstcultuur die breed gedeeld zou zijn. Precies omdat verschillende angsten toch, ook al hebben ze te maken met een bredere maatschappelijke ontwikkeling, verschillende angsten kunnen gelokaliseerd worden in verschillende maatschappelijke groepen. Of dat eenzelfde soort angst, bijvoorbeeld de angst om sociaal te dalen, dat die verschillend uitwerkt binnen verschillende maatschappelijke groepen. En daarom dat de karakterisering als de angstmaatschappij of de angstcultuur eigenlijk toch een beetje breed vindt gaan, te zeer containerbegrippen vindt. Laat me dat even dus illustreren aan het toch wel belangrijk fenomeen van sociale dalingsangst. Dus de angst om sociaal te dalen op de maatschappelijke ladder. Dat is een angst die anders uitwerkt wanneer dat je onderaan de middenklasse zit dan wel wanneer dat je bovenaan diezelfde middenklasse zit. Degene die een klein handelszaak heeft en door globalisering een globale keten ziet oprukken in de naaste buurt en daardoor toch wel begint te denken van misschien moet ik hier binnenkort wel mijn winkel sluiten, die heeft inderdaad sociale dalingsangst die natuurlijk ook direct economisch gemotiveerd is, maar die ook breder statusverlies kan inhouden. Dat is een virtuele angst die meer of meer actueel kan worden. Nu, sociale dalingsangst die bestaat evenzeer bovenaan de middenklasse. Ik laat in het midden of je bij hoogopgeleiden die bijvoorbeeld prof zijn of in het hogeschoolonderwijs zitten, in onderzoekscentra werken, bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie, of je daar nog van middenklasse kan spreken of dat je van burgerij moet spreken. Ik hou het even bij hoge middenklasse. Daar vind je ook een dalingsangst, maar die slaat in de eerste plaats op de kinderen. Dus de angst dat de kinderen niet het professionele en economische, materiële niveau zullen bereiken dat jij bereikt hebt als ouder. Dus daar speelt ook een dalingsangst, maar het is natuurlijk meteen duidelijk dat er een andere dalingsangst is dan degene die vaak veel directer speelt binnen die lage middenklasse, waar dat we kunnen spreken van een precaire welstand. Precair, omdat die dus door een ontwikkeling als globalisering binnen de kleinhandel, maar ook digitalisering, dreigt een groot aantal lagere middenklasse jobs te laten verdwijnen, dat daardoor dus die welstand die men heeft bereikt, dat die toch wel precair is en dat men soms wel wankelt tussen bestaanszekerheid en bestaansonzekerheid. Over precariteit gesproken, ik denk dat de meest uitgesproken bestaansangst,
ik noem het soms zelfs overlevingsangst, dat die leeft natuurlijk onderaan de sociale ladder, binnen wat wel eens genoemd wordt het precariaat. En ook dat brengt me bij een bredere maatschappelijke ontwikkeling, waar het we allemaal hebben mee te maken, namelijk globalisering. Heb ik daarnet al even genoemd in relatie tot die precaire welstand van die lage middenklasse. Maar die globalisering die heeft ook een ontzettende druk gezet op sociale bescherming. Sociale bescherming die eigenlijk angst moest wegnemen. Ja, de hele verzorgingsstaat is een geheel van zogenaamde, dat is althans de uitdrukking die wij in Vlaanderen gebruiken, sociale zekerheidsregelingen die een vloer moeten leggen die maakt dat je niet angstig bent voor werkloosheid, voor ziekte enzovoorts. Of minder angstig bent. Hè, dat dat niet direct leidt tot zoiets als een fundamentele bestaansangst. Wat we zien is dat die sociale zekerheidsregelingen, en vooral diegenen die te maken hebben met de arbeidsmarkt, dat die serieus onder druk zijn komen te staan. De zogenaamde flexibilisering van arbeidsmarkten. Die flexibilisering heeft zeer ongelijk uitgewerkt binnen verschillende maatschappelijke groepen. En die heeft natuurlijk het meest funest uitgewerkt, bekeken vanuit sociale bescherming, bij zogenaamde kortgeschoolden. Dan mag u denken aan degenen die de pakjes rondbrengen, of dan mag u denken aan degenen die de rekkenvullers zijn in de grootwarenhuizen. Mensen die vaak geen vaste contract hebben, of ze hebben bijna nooit nog een vast contract. Een groot aantal, zoals ik onlangs in een onderzoek in Vlaanderen, een groot aantal van degenen die pakjes bezorgen enzovoorts, een groot aantal van die mensen van het precariaat, dat zijn dagloners. Ja, dagloner is eigenlijk iets wat we associëren met de 19e eeuw. Dat is helemaal terug. En dat is mede te danken, is misschien danken hier niet het juiste werkwoord, maar dat is mede op konto te schrijven dus van die globalisering die maakt ja, dat Amazon worldwide aanwezig is, maar de pakjes van Amazon die moeten ook altijd wel ergens op een plek bezorgd worden. Goed, dat zijn verschillende soorten angsten, of het gaat om eenzelfde soort angst, zoals de sociale dalingsangst, maar die verschillend uitwerkt binnen verschillende sociale milieus, binnen, om het sociologisch te formuleren, verschillende klassenfracties. Angsten zijn er, dat heb ik daarnet ook al gesuggereerd, natuurlijk ook in verschillende intensiteit. Ja, de bestaansangst binnen het precariaat, namelijk dat je de dag nadat je gewerkt hebt geen werk meer zult hebben. De angst onderaan de middenklasse, dat is een meer intense angst natuurlijk dan degene die leeft bovenaan die middenklasse als het gaat om de mogelijke daling van de kinderen, wat betreft de status. Dus angst verschilt in intensiteit en dat weerspiegelt zich ook in ons taalgebruik. We spreken over vrees, we spreken over schrik. We spreken over onzekerheid ook. Dat is dan een mildere vorm van angst. Ik maak geen onderscheid tussen die verschillende vormen van angst wanneer dat ik zeg de kern van alle angst is eigenlijk de vrees voor een verlies binnen een gevarensituatie, actueel of virtueel. Met wat ik gezegd heb, de gegeven voorbeelden ook, is ook meteen duidelijk dat ik, en dat ligt voor de hand voor een socioloog, sterk afstand neem van een louter, dat wil ik even benadrukken, louter psychologische benadering van angsten. Met andere woorden, angst is voor mij niet in de eerste plaats een persoonlijkheidskenmerk, al zal ik de laatste zijn om te ontkennen dat mensen verschillend omgaan met angst en voor een stuk ook misschien verschillend gepredispositioneerd zijn wat betreft angstig zijn. Dat ga ik niet ontkennen. Maar mijn punt is dat er binnen bepaalde sociale milieus specifieke angsten leven en dat bredere maatschappelijke ontwikkelingen binnen verschillende milieus ook zich breder uitwerken wat betreft intensiteit en zelfs soort angst. Maar als dat het geval is, dan spreken we ook over milieuspecifieke angsten en dan spreken we ook altijd natuurlijk over gedeelde angsten. Dan spreken we over angsten vanuit de collectieve dimensie gezien. Die gedeelde angsten, die kunnen geëxploiteerd worden. En ik ga zelfs nog een stap verder gaan zo dadelijk. Je kan ook eigenlijk voor een stuk, ten dele, angsten creëren op een, zoals dat heet, performatieve manier.
Als ik even kijk naar de angst die leeft onderaan de middenklasse en zeker ook bij precariaat, ja, het is geen geheim dat die angst sterk wordt geëxploiteerd door rechtspopulistische ondernemers, zou ik bijna zeggen, want het gaat hier inderdaad om angstondernemers, politieke angstondernemers die munt weten te slaan uit een reële angst, een reële statusangst, een reële angst voor sociale daling. Die wordt gemobiliseerd en die wordt ook in een bepaalde richting gestuurd. Die wordt gearticuleerd ook. Want uiteindelijk gaat het in dat rechtspopulistische discours gaat het niet over neoliberalisme, gaat het weinig over globalisering en de macht van global firms zoals Amazon bijvoorbeeld. En gaat het vooral, u kent het verhaal natuurlijk van rechtspopulistische snit, dan gaat het vooral over de anderen die onze welvaart zou bedreigen, migranten, asielzoekers. En dan gaat het in tweede instantie over politici en meer algemeen een culturele en politieke elite die niet naar de verzuchtingen van het volk zou luisteren. Dat is een zeer specifiek angstdiscours, dat is een zeer specifieke vorm van, breder geformuleerd, angstcommunicatie, in dit geval politieke angstcommunicatie. En ik denk wat gebeurt in dat soort van angstcommunicatie van rechtspopulistische snit, is dat een eerder onbestemde angst, globalisering waarmee dat je geconfronteerd wordt, die geen duidelijk object heeft, dat die eigenlijk wordt geherformuleerd, geherinterpreteerd, zodanig dat die wel duidelijke objecten krijgt. Met name die andere, die onze welvaart bedreigt, of die politici die onvoldoende luisteren naar de zogenaamde volkswil. Dus dat is een heel productief of een heel performatief discours, dat, zou je kunnen zeggen, aan angstverplaatsing doet, die politieke angstcommunicatie. Ja, dus de diffuse angst die men reëel voelt, die wordt verplaatst in de richting van die elite, die wordt verplaatst in de richting van nieuwkomers. Ik spreek van angstcommunicatie en ik denk dat je die angstcommunicatie niet alleen vindt langs de kant van rechtspopulistische politieke angstentrepreneurs, maar dat die angstcommunicatie in het algemeen ook aanwezig is binnen onze media. Als je even de berichtgeving hebt gevolgd ten tijde van de pandemie, die nu gelukkig een beetje aan het uitdijnen is. Die berichtgeving zat voortdurend in, laten we zeggen, de extreme modus. Wat ik bedoel is het volgende. Het was altijd de worst case scenario dat de headlines haalde. Dus als iets gebeurde, dat werd meteen uitvergroot naar het slechtst mogelijke geval. En als de golf begon te zakken, wat kreeg je dan als nieuw? Oh, we moeten bang zijn voor een nieuwe variant. Nu, dat is allemaal reëel natuurlijk. Dit was geen fake news. Alleen wil ik wijzen op een uitvergroting die maakt dat je kan gaan spreken van een angstcommunicatie die natuurlijk commercieel gemotiveerd is wanneer dat het over media gaat. Goed nieuws is slecht nieuws voor degene die zaken wil doen binnen de media. Want goed nieuws, ach, wie besteedt daar aandacht aan? Dus in onze aandachtseconomie en de media zijn eigenlijk de kern van die aandachtseconomie, samen met sociale media natuurlijk. Ik heb het nu even over die reguliere media. Binnen die aandachtseconomie moeten die media zoveel mogelijk aandacht naar zich toetrekken. En dat lukt het beste eigenlijk met nieuws dat angst inboezemt of dat angstgevoelens kan mobiliseren. Maar nu ben ik al een stap verder aan het zetten natuurlijk, want nu ben ik inderdaad erop aan het wijzen dat van de kant van die nieuwsmedia dat voor een stuk angstgevoelens kunnen worden opgewekt. Dus dat is wat anders dan eigenlijk angstgevoelens die latent zijn, die een beetje ongericht zijn. Wat is globalisering? Van die eigenlijk in een bepaalde richting te sturen, discursief te articuleren. Ik denk ook dat bepaalde angst effectief via angstcommunicatie kan worden gemaakt, kan worden geconstrueerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook nog in een andere vorm van angstcommunicatie. En die brengt ons echt naar het hart van markten, van het economisch gebeuren. Dat is angstmarketing. Je moet eens even gewoon de proef op de som nemen en ga eens langs bij een verzekeringskantoor en nagaan voor wat u zich allemaal kan verzekeren. Huh? Dat is niet min. U kan uw blauw betalen aan verzekeringen.
Dat verwijst naar wat dat denk ik misschien ontologisch, als ik het filosofisch mag formuleren, de basis is van angst, en zeker existentiële angst, dat is dat op elk moment iets kan gebeuren dat onvoorspelbaar is. Zogenaamde contingentie. Ik denk dat alle angst uiteindelijk wortelt in de angst voor contingentie. Dat er zomaar iets kan voorvallen. Dat je de wereld bij wijze van spreken niet kan betrouwen. Wel, het hele verzekeringswezen dat bijzonder pluriform is geworden. Dat hele verzekeringswezen is eigenlijk gebouwd op de angst dat er zomaar iets zou kunnen voorvallen. Waarbij dat het kunnen voorvallen vaak om minieme kansen gaat natuurlijk. Maar daar is dat verzekeringswezen, of beter gezegd de marketing van verzekeringen, nogal eens opgebouwd. Ook angstcommunicatie van de media trouwens berust in hoge mate op het uitvergroten van kleine kansen. De kans dat een kind wordt ontvoerd is uiteindelijk ontzettend klein. De kans dat je wordt aangereden door een auto of een ander vehikel op straat is veel, veel groter. Nu, ik hoef u niet te vragen, waaraan wordt de meeste aandacht besteed? Is dat aan domme ongevallen of is dat aan inderdaad die heel kleine kans dat een kind wordt ontvoerd, waarmee niks gezegd is natuurlijk over de zwaarte van dat feit. Maar er is ook meteen iets gezegd over die selectieve aandacht binnen die aandachtseconomie van die media en hun versterkende modus van angstcommunicatie. Goed, daarmee heb ik een zeker spectrum ontvouwd van ja, mogelijke aandacht voor angsten die leven in onze samenleving. Er is één angst die in principe wij allemaal delen, maar feitelijk niet. Ik heb het niet over doodsangst. Ik heb mijzelf voorgenomen om niet in het existentiële Heideggeriaanse register te beginnen praten. Maar er is één maatschappelijke angst die we allemaal zouden moeten delen, maar die we feitelijk niet delen. En ik denk dat de reden is dat we hem niet delen, is dat zo breed, is dat die zo existentieel kan worden, dat je er niet kan mee leven. Ik heb het over wat ik kortweg zou willen opschrijven als eco-angst. Ja, dus de angst dat in de afhankelijkheid tussen maatschappij en natuur, de natuur in een zodanige revenge-modus komt, maar wij hebben ze wel in revenge-modus natuurlijk gezet, dat we het gewoon niet meer gaan beheersen. Eco-angst is een heel harde vorm eigenlijk van controleangst. Ja, dus dat we inderdaad de situatie niet meer meester zullen kunnen worden. En het is een situatie die we zelf geschapen hebben natuurlijk. Hè. Het is een soort ongewenst effect van de grootschalige inzet van technisch-industriële middelen, mogelijkheden binnen uiteindelijk een kapitalistische context, de context van een kapitalistische economie. Die eco-angst, de vraag is, kan je daarmee leven? Is het niet zo dat een groot aantal mensen die voortdurend blijven wegdrukken en daarmee het probleem blijven reproduceren, want we blijven communiceren en vliegen enzovoorts. Maar is die eco-angst niet zodanig fundamenteel en existentieel dat een groot aantal mensen er niet kunnen mee leven? Wat mij brengt bij een slotbedenking die te maken heeft met de vraag die, wat formulering betreft, de illustre Vladimir Ilyich Lenin beroemd heeft gemaakt, namelijk wat te doen. Hoe kan je ontangsten? Ik denk dat angsten verdringen, en zeker collectieve en potentieel collectieve angsten verdringen, dat geen goede weg is. Ik denk dat het belangrijk is om in de eerste plaats te zien dat een groot aantal angsten, zeker diegenen die meer onderaan de maatschappelijke ladder leven, dat een groot aantal van die angsten te maken hebben met globalisering en neoliberalisering. Neoliberalisering, flexibilisering van arbeidsmarkten bijvoorbeeld, die ook bovenaan de maatschappelijke ladder onder langgeschoolde speelt trouwens. Steeds meer mensen die eigenlijk, hoe noemen jullie dat, zelfstandigen? ZZP'ers, ja. Zonder personeel, juist, dank u. Ik was even de uitdrukking kwijt. Ja, dat zijn ook mensen die in een flexibel statuut zitten natuurlijk en eigenlijk van project naar project moeten zich bewegen.
Wat het eigenlijk betekent, dat is een zeer paradoxale situatie. Je bent aan het werk en je bent aan het zoeken naar werk. Je bent tegelijkertijd wel werkzaam en werkloos, of potentieel werkloos. En een deel van je werk bestaat erin om werk te zoeken. Met het werk dat je doet, probeer een nieuw werk te vinden. Goed, dat is neoliberalisme. Een van de bekendste Amsterdamse sociologen, Bram de Zwaan, spreekt kortweg van marktisme. Mensen in situatie plaatsen van harde concurrentie, geen vaste banen meer. Ik denk dat het neoliberalisme inderdaad echt een angstmachine is. In de eerste plaats via die flexibilisering van arbeidsmarkten. Maar ook, wat eraan gekoppeld is, overheden die minder sociale bescherming bieden. De afbouw, de erosie van de verzorgingsstaat, waar dat flexibilisering van arbeidsmarkten eigenlijk een onderdeel van is. Dus wat is dan de remedie in de eerste plaats om te ontangsten, om collectief te ontangsten? Ik denk dat het ligt in een versteviging van institutionele solidariteit. En de garant van institutionele solidariteit blijft in de eerste plaats de verzorgingsstaat. Maar daarmee wil ik niks afdoen, en dit is mijn slotbedenking, aan het belang toch ook van wat ik noem de kleine hoopverhalen die gevoed worden door lokale initiatieven. Mensen die samen publiek domein maken, het heet tegenwoordig vaak commons, bijvoorbeeld door een stuk braakliggend land te beginnen exploiteren in de vorm van het maken van volkstuintjes, in de vorm van speelterrein, een publiek park enzovoorts. Dat is eigenlijk voor een stuk samen ontangsten, doordat je voor jezelf of samen laat zien dat je wel degelijk agency hebt, dat je wel degelijk collectief handelingsvermogen hebt en dus dat je wel degelijk tegen bepaalde tendensen, neoliberale tendensen, tendensen tot het uitkleden van die verzorgingsstaat, dat je daar wel degelijk kan tegen ingaan. Dus de staat versterken, om het eens even in klassieke etatistische termen te zeggen, sociaal-democratische termen, de verzorgingsstaat versterken, ook op Europees niveau. Ik denk dat het project van een versterkte verzorgingsstaat ook altijd een Europees project moet zijn, thans. Maar tegelijkertijd, en noem het een meer psychologisch, sociaal-psychologische insteek, de noodzaak om in lokale, collectieve initiatieven betrokken te zijn, om tenminste ook zelf de hoop te blijven voelen, zelf de hoop bij zichzelf, samen met anderen, te voeden dat een andere toekomst dan alleen maar een angstige, beangstigende, dat die mogelijk is. Goed, ik wil het hierbij houden. Heel erg bedankt voor deze toch wel hoopvolle analyse. Ik dacht, straks durven we straks allemaal niet meer naar buiten na al deze opzomming van soorten angsten, maar het is ook hoopvol. We zullen nu gaan kijken naar een bijdrage van Bouke van Balen, techniekfilosoof en journalist. Hij kon er helaas niet bij zijn vanavond door een coronabesmetting. Dat blijven we natuurlijk hebben in deze tijd. Het is nog niet helemaal weg. Maar hij heeft voor ons een filmpje vanuit huis gemaakt, gelukkig. En daar gaan wij naar kijken. Goedenavond allemaal. Grappig om jullie nu van deze plek te spreken in plaats van vanuit de zaal. Ik had het liever anders gehad. Je zou kunnen zeggen dat een van mijn angsten gisteravond werkelijkheid werd toen ik zag dat ik positief testte. Ook een angst die we natuurlijk allemaal kennen tegenwoordig. Mijn naam is Bouke. Ik ben 24. Ik ben techniekfilosoof en journalist. En ik hou me in mijn werk heel erg bezig met de relatie tussen moderne technieken, moderne technologieën en de moderne mens vanuit filosofisch oogpunt. En daarin ben ik ook veel bezig met nadenken over generaties en specifiek over millennials. Daar maak ik ook een podcast over samen met Charlotte Remarque. Ik ben zelf een van de laatste millennials, zou ik willen zeggen. Als ik het heb over millennials, heb ik het over de groep die is geboren tussen zo 1980 en 2000. Ik kom zelf uit 97.
En de podcast die we maken, daarin blikken we eigenlijk terug op wat voor generatie waren wij of waren de millennials en waar hebben ze eigenlijk ons mee opgezadeld en hoe zal dat gaan voor de komende generatie, generatie Z of de Zoomers. Ik ben vandaag gevraagd om een korte reactie te geven over het essay van Rudy Leermans. En om ook iets te zeggen over anxiety. Want anxiety lijkt nou echt een bepaald soort angst die typerend is voor millennials of voor mijn generatie. Ik wil even beginnen over het boek allereerst. Ik heb echt genoten om het te lezen. Het was heel erg verhelderend en inzichtelijk. En er zijn eigenlijk een paar type angsten die Rudy beschrijft, die ik eventjes specifiek nu wil belichten, omdat ik denk dat die heel erg relevant zijn als je het over millennials hebt. Goed, de eerste angst die Rudy benoemt, die denk ik heel typerend is de faalangst die millennials kunnen voelen op sociale media of sociale succesmedia, zoals Rudy het noemt. Ik denk dat het heel erg klopt, dat inderdaad, dat zie ik ook bij mezelf, bij mensen om me heen, dat als je niet genoeg likes krijgt op een post, dat dan eigenlijk ook iets zegt over jou als persoon. En dat je misschien wel minder waard bent als je minder leuk gevonden wordt op sociale media. En dat sociale media in die zin ook een hele grote concurrentiestrijd is. Een competitie tussen wie de meeste likes kan krijgen. En als het niet lukt, dan lig je er eigenlijk uit. En dan faal je. De tweede angst die ik even wil benoemen hier is de controleangst of de contingentieangst waar Rudy het over heeft. Dus het besef dat de keuzes die je maakt ook andere keuzes hadden kunnen zijn en dat die hadden kunnen leiden tot andere toekomsten waarin je misschien wel gelukkiger was of dat je iets hebt misgelopen wat door een verkeerde keuze te maken. Ik denk dat die angst ook heel erg wordt gevoed door sociale media, omdat het enige wat je ziet op Instagram zijn levens van andere mensen en het zijn ook nog eens perfecte levens van perfecte mensen. En dat zijn allemaal mensen die jij ook had kunnen zijn, want het zijn je leeftijdsgenoten. En zij hadden evenveel keuzevrijheid als jij in het leven. En dat zorgt denk ik voor een hele grote controleangst of contingentieangst, die vaak eigenlijk gewoon FOMO wordt genoemd, hè? Dus de fear of missing out. Nou, dan heb je nog eco-angst. Die is denk ik heel relevant voor millennials, want de klimaatcrisis begint serieuze vormen aan te nemen en is eigenlijk een actuele en zelfs een existentiële angst aan het worden. En dan is er nog de vrijheidsangst, die denk ik heel relevant is voor millennials. Rudy schrijft ook over het individualisme wat millennials kenmerkt of wat onze huidige tijd kenmerkt. En de authenticiteitsdrang die daar eigenlijk bij komt kijken. Dus het idee dat je helemaal op jezelf bent aangewezen om te worden wie je wil zijn, zorgt ook voor een hele grote druk om een volledig authentiek persoon te zijn en je te onderscheiden van anderen en echt te worden wie je echt bent. En dat kan ook voor een bepaald soort angst zorgen. Een soort verlamming of je dan wel de juiste keuze maakt als het echt moet zijn wie jij echt bent. Wat dat dan ook mag betekenen. Goed, tot zover over het boek van Rudy. En ik wil nu nog even specifiek inzoomen op dat fenomeen anxiety. Toen ik werd gevraagd voor deze avond te zien, heb ik heel veel nagedacht over anxiety. En mijn eerste instinct was eigenlijk van, ja, als je anxiety vertaalt, dan betekent het gewoon angst. Dus is het niet gewoon een hele coole manier om tegenwoordig te zeggen dat je bang bent voor iets. Maar toen realiseerde ik me wel dat het eigenlijk heel erg anders wordt gebruikt dan het woord angst in het Nederlands. Want anxiety wordt door mensen van mijn generatie gebruikt als iets wat je kunt hebben. Het is eigenlijk bijna een soort persoonseigenschap of een identiteitseigenschap. Terwijl angst, je kan angstig zijn voor iets. Je kan bang zijn voor iets, dat is ergens op gericht. Maar anxiety kan je hebben, of je kan het bijna zijn. En daarin wordt eigenlijk een gedragspatroon of een denkpatroon of een symptoom, zoals angst, wordt omgevormd tot iets wat op zichzelf bestaat. Het reificeert. En vervolgens kan het toegekend worden aan een identiteit. En ik denk dat dat heel erg typerend is voor millennials.
precies omdat zij zo erg bezig zijn met authentiek zijn en die authenticiteitsdrang en zichzelf willen zijn, dat anxiety toekennen als onderdeel van jezelf, je dus ook in die zin meer authentiek zou kunnen maken. Dus dat het heel erg te maken heeft met dat soort identiteitsfetischisme dat speelt onder millennials. Tegelijkertijd is anxiety een hele fijne eigenschap om aan jezelf toe te kennen als je te kampen hebt met de enorme prestatiedruk die millennials ervaren binnen het meritocratische ideaal waarin ze leven en opgroeien. Zoals ik eerder ook al zei, alle druk. Millennials hebben zoveel keuzevrijheid en de wereld ligt zo erg aan hun voeten, of dat is in ieder geval altijd verteld in hun opvoeding, dat er eigenlijk geen enkel excuus is om niet het allergelukkigste te worden wat je maar kan, of precies de baan te krijgen die je maar wil, of precies de relatie te krijgen die je voor eeuwig gelukkig maakt. En zo'n soort ideaal, en vooral als het volledig op je eigen schouders aankomt, is heel zwaar om te dragen. En ik denk dat anxiety hebben als eigenschap waar je niet veel aan kan doen, ook een manier is om daarmee om te gaan. Want als ik zeg, ik heb anxiety en daarom is het me niet gelukt om die baan te krijgen, dan is de druk al iets minder op mijn schouders, omdat het ook gewoon een stukje is van mezelf wat ik niet kan veranderen en wat ik nou eenmaal heb. Goed, dus dat is mijn eerste punt. En ten tweede is dat ik dan na te denken over, wat is anxiety dan? Wat voor angst is het? En ik denk zelf dat het heel erg past in het rijtje van angsten voor angst, waar Rudy het ook over heeft in zijn essay. Omdat het een vrij ongerichte angst is. Hè? En ik denk dat heeft ook te maken met dat je het kunt hebben. Anxiety hoeft niet ergens op gericht te zijn. Het is meer een soort gevoel wat eigenlijk altijd aanwezig is. En wat we dus inderdaad zien meer als een eigenschap dan als een angst op zich. En ik denk zelf, maar ik ben heel benieuwd wat jullie hierover vinden, dat heel erg te maken heeft met hoe makkelijk het leven eigenlijk is voor millennials. Millennials hebben vaak het verwijt gekregen dat ze een luie generatie zijn, dat ze verwend zijn opgevoed in een periode van veel economische voorspoed. En daar valt wel iets op af te dingen, maar ik denk toch in grote lijnen dat wel waar is. Dat het voor veel millennials, in ieder geval voor mezelf, geldt dat het leven makkelijker is in de zin van, we bestellen onze boodschappen bij Gorilla's. We hebben elke film die we willen zien in onze broekzak. We hebben al onze vrienden binnen handbereik. Encyclopedieën zijn voor ons geautomatiseerd. Heel veel levensbehoeftes zijn voor ons geautomatiseerd en daar hoeven we niet meer over na te denken. En dat zorgt voor een bepaalde vorm van gemak. Alleen denk ik niet dat dat per se goed is. Dat wordt vaak gepresenteerd als vooruitgang. Maar ik denk dat dit dus heel erg zorgt voor anxiety, omdat het eigenlijk heel veel primaire redenen om bang te zijn voor iets weghaalt. Maar ik denk toch dat het inherent menselijk is om überhaupt bangig te zijn. En dat als je alle objecten om bang voor te zijn weghaalt door het leven heel gemakkelijk te maken, dat er dan eigenlijk niks anders op zit dan dat de angst op zichzelf gaat slaan. En er komt er nog bij dat millennials een enorm schuldgevoel hebben dat ze het zo makkelijk hebben en alsnog angstig zijn. Dat dus anxiety daarom een zichzelf versterkende soort angst is die eigenlijk op zichzelf slaat. En daardoor ook op een bepaalde manier alomtegenwoordig is. Goed, dat is mijn bijdrage voor discussie. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. En ik kijk uit om jullie een keer in het echt te zien in plaats van online. Dankjewel. Nico Bed, dat kan ook. Graag nodig ik iedereen, Rudy en Monique, uit op het podium. Monique, ik heb jou nog niet geïntroduceerd. Monique Kremer, hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. En voorzitter van de adviescommissie voor vreemdelingenzaken. En je denkt na over de verzorgingsstaat, burgerschap en migratie. En nog veel meer. Jij zal eerst een bijdrage, een reactie geven op de essay van Rudy. En we gaan alvast aan tafel zitten. Waar we het gesprek kunnen voortzetten met z'n drieën. En een beetje met Boukes inbreng erbij. Zo. Ja, geef ik eerst het woord aan jou, Monique. Ja,
Allereerst ben ik heel blij met het essay. We hebben in Nederland een debat voortdurend over de diagnose van de samenleving. En die gaat vaak over de vraag, hebben we het nou beter dan ooit? He, dus zeg maar de CBS-mensen die laten zien aan de hand van allerlei statistieken dat het in Nederland eigenlijk heel erg goed gaat. He, we hebben welvaart, we hebben heel weinig werkloosheid, we hebben steeds maar groeiend inkomen. En mensen die natuurlijk voortdurend wijzen op de kloof tussen de verschillende groepen. En die dat ook adstrueren met veel statistieken en cijfers. En wat ik zo mooi vind aan het boek is dat dit een hele andere diagnose is. Er komen geen statistieken in het boek voor, maar het is wel een hele mooie diagnose van de samenleving waar echt te weinig aandacht voor is in het maatschappelijk debat in Nederland. Want de kern ervan, in mijn optiek en wat ik er goed aan vind en mooi aan vind, is dat veel van wat er speelt in Nederland heeft te maken met de sociale vergelijking. Dus dat het voor mensen en samenlevingen heel cruciaal is dat je je altijd vergelijkt met de ander die naast je staat. En je kijkt naar voren. Wat gebeurt er in de toekomst, bijvoorbeeld met mijn kinderen? Dat is heel belangrijk voor de middenklasse samenleving waarin wij leven. Maar ook naar het verleden. Dus je maakt voortdurend vergelijkingen. En die sociale vergelijking, dat is niet iets wat zomaar perceptie is. Dat is gewoon cruciaal over hoe onze samenleving gevormd wordt. En natuurlijk knikt u, want dat heeft u heel mooi beschreven in het boek. Maar ik vind het heel belangrijk om dat te benadrukken. Omdat je daardoor beter zicht krijgt over wat er aan de hand is in Nederland. En hoe mensen nadenken over de toekomst en het verleden. Dat hoort bij het soort samenleving dat wij hebben. En wat mij wel opviel was dat steeds maar in die vergelijkingen heb je ook nog de vergelijking van de econoom Hirschman. Die heeft het over dat wij het grootste probleem dat mensen eigenlijk ervaren is als zij het gevoel hebben dat ze vastzitten in een tunnel. Stak in de tunnel heet het. En dat betekent dat je zit vast, er zijn twee rijbanen en dan op een gegeven moment gaan we weer rijden. Alleen jij blijft nog staan, maar de rest haalt je allemaal in. Hè? En dat is het moment waarop echt de wrijving in de samenleving gaat ontstaan. En dat is denk ik wat nu vooral aan de orde is ook. Dat mensen zien dat anderen ze ingehaald worden. Dat je ziet dat jij blijft staan en anderen niet. En volgens mij is dat een heel cruciaal probleem. En veel van wat u heeft geschreven herken ik in het onderzoek dat wij hebben gedaan voor de WER. Ik heb twee studies daar gedaan. Eén naar de middenklasse, de val van de middenklasse. En één naar ZZP'ers en mensen met tijdelijke contracten. En vooral bij de middenklasse zag je heel sterk dat daar werd gezegd, bijvoorbeeld door iemand die zei, wat is nou het kenmerk van de middenklasse? Nou, je moet heel veel uren werken om tot de middenklasse te behoren en te zorgen dat je niet terugvalt naar een lagere klasse. En dat is de kern van wat er nu speelt. En wij zagen ook dat er sprake was van de middenklasse paradox. En dat is namelijk dat de middenklasse gewend is geraakt aan de zekerheid van de verzorgingsstaat. Terwijl juist op dit moment die verzorgingsstaat wordt afgebouwd. Dus er is een mismatch tussen de verwachtingen en de ideeën van die leven in de samenleving en datgene wat gebeurt. En nou, dat herken ik heel sterk. Nou, dus te denken van, oké, was dat allemaal heel erg mooi en ben ik nu klaar met mijn praatje, maar misschien goed om voor het debat nog een paar kritische kanttekeningen te plaatsen, toch? Want daarom zitten we ook bij elkaar. Het eerste is, en dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, is dat dat boek ook een beetje een paradox is. Want aan de ene kant zegt u, we hebben geen angstcultuur. Dat is niet de goede manier. Maar aan de andere kant, als je het leest, het is een aaneenschakeling van angsten die beschreven worden. Dus je krijgt daar totale beklemming van. En de vraag van, hebben wij dan geen angstcultuur? Terwijl we hebben statusangst, we hebben angst in relaties, we hebben. Dus dat beklemde mij geheel. En ik vroeg mij ook af, is angst nou echt het beste woord ervoor? En ik vond zelf dat nadenken over een precisering van angst wel behulpzaam kon zijn. Want zijn we echt allemaal angstig? Is dat het juiste woord? En ik vond ook, op een gegeven moment wordt gezegd, er is een verschil tussen angst en vrees. Vrees is datgene wat je eigenlijk kan benoemen. Ik heb vrees dat mijn kinderen minder goede opleiding krijgen dan ikzelf. En dat kan je benoemen en dan kan je ook grip krijgen.
Ja, dus dat is geruststellend. En angst, dat is iets heel diffuus. En de vraag is ook, wat kan je daar dan eigenlijk aan doen? Dus ik vond zelf dat het ook wel behulpzaam zou zijn om iets preciezer te zijn. Het tweede is, er zit ook plezier in angst. Of laat ik het meer zeggen in onzekerheid, want ik vind dat eigenlijk een betere term. Wij hebben zelf bij de WER eigenlijk altijd alleen de term onzekerheid gebruikt. Ook omdat angst is soms ook een beetje, ach die bange burgers. Hè? Dat zijn angstige mensen die bang zijn voor migranten. Ik vind dat niet de juiste manier om het gesprek te voeren. En ik denk ook dat het niet helemaal klopt. Maar wij kijken dus naar onzekerheid, keken naar onzekerheid. Maar ik zag daar ook plezier in. Hè? Dus we onderzochten bijvoorbeeld jonge ZZP'ers, maar ook ouderen. Je ziet dat die ook zeggen van, er is sprake van een beloftevolle toekomst. Hè? Het gaat spannend worden. Dat is mooi. Ik heb er zin in. Ik wil niet van 9 tot 5. Ik vind het heel erg fijn om niet te weten waar ik morgen ben. En natuurlijk, onzekerheid is er, maar ik betaal die prijs. Ik betaal die prijs van onzekerheid. Vrijheid is de prijs van onzekerheid. Dus de keerzijde van de angst, die is er ook. En er is een plezier uit op het moment dat je kinderen wel het goed doen op school, straalt dat op jou af. Dus mijn vraag is vooral van, moeten we ook niet kijken naar de tegenkrachten, omdat je ook, ik geloof niet dat we alleen in een angstige samenleving zijn. Bovendien hebben we niet ook ontzettend veel zelfgenoegzaamheid. Hebben we niet heel veel mensen die heel erg veel zelfvertrouwen hebben? Hebben we niet veel meer groepen nu, op dit moment, die niet angstig zijn? We hebben nu een MeToo-discussie. Iedereen begint zich te verweren. We zijn niet meer angstig. We hebben emanciperende bewegingen zoals Black Lives Matter. Ik zie dat ook als een teken van emancipatie, zelfvertrouwen. Dus ik ben ook heel benieuwd over, ja, moet je niet ook die tegenkrachten duiden? Nou, dan om af te ronden. Want het is natuurlijk leuk om even door te praten over deze dingen. De oplossing, hè, voor, ja, we kunnen niet oplossen natuurlijk, maar de handreikingen die je zou moeten hebben rond dit thema van onzekerheid. Ik heb net al gezegd van, wij hebben veel onderzoek gedaan naar onzekerheid op de arbeidsmarkt en dergelijke. En dat deed ik ook omdat ik dacht dat dit mensen een bepaalde zekerheid zou kunnen geven om bijvoorbeeld niet meer zo bang te zijn voor de ander, die sociale vergelijking. Maar nu weet ik niet zeker of dat wel klopt. Ik ben voorzitter van de Adviesraad Migratie. En ik zie dat in dit debat veel onzekerheid speelt. En dan kijk ik naar de oplossingen die u dan noemt. Hè. 1, gewone risico's nemen, onbevreesd denken en handelen, wederzijds vertrouwen, ontliberaliseren, collectieve zekerheid. Geen angstpolitiek meer, nou, dat lijkt me wel een goed idee. Verhalen van hoop. Maar alle andere dingen, ik weet niet zeker of als wij onze verzorgingsstaat nou wel goed op peil zouden houden, dat wij bijvoorbeeld geen angst meer zouden hebben voor mensen uit andere landen. We zien dat mensen die bang zijn, hebben vaak gewoon banen. Wij in Nederland hebben hele lage werkloosheid. Wat speelt daar? Moeten we niet een betere, preciezere analyse maken van de zorgen die daar zijn? Kunnen we mensen grip bieden? Wat is eigenlijk het tegenovergestelde van angst? Is dat grip of is dat ontspanning? Nou, zal ik het daar maar bij houden. Ja, mooie genoeg, vragen. Hè? Ja, misschien als eerste, Rudy, een reactie. Waarom heet het niet gedeelde vrees? Waarom toch angsten? Monique zegt. Ja, ik ben de eerste om toe te geven dus dat ik het over een heel breed spectrum heb. En wanneer dat je naar een uitgewerkte sociologie van angst gaat, dat je eigenlijk misschien beter vertrekt van wat ook in de ondertitel staat van het boekje. Mm-hmm. Namelijk maatschappelijke onzekerheid. En dus dat je eigenlijk, yes, intensiteitsgraden van onzekerheid moet onderscheiden. En waar trek je dan de grens tussen onzekerheid,
vrees die een object heeft, inderdaad. En dan een ongedifferentieerde, latente angst, waarbij dat voor mij eigenlijk globaliseringsangst als containerbegrip natuurlijk misschien wel het meest symptomatisch, het meest exemplarisch is. En dat zou mij direct brengen bij wat hij natuurlijk op het einde zegt. Hè. Ik ben het ermee eens dat de verzorgingsstaat niet alles gaat oplossen. Bijvoorbeeld de globaliseringsangst, die kan je niet zomaar pareren met de verzorgingsstaat alleen. Maar die globaliseringsangst heeft ook te maken met de risico-economie. Dus de economieën zijn zo, ik bedoel, onze nationale economieën zijn zo met elkaar verweven geraakt, dat je stromen hebt waarop je gewoon geen grip meer krijgt, denk ik. Dus daar zullen we moeten mee leven, met die globaliseringsangst. En zelfs binnen een betere verzorgingsstaat zullen we daar moeten mee omgaan. Maar mijn punt zou zijn, en hetzelfde geldt ook wat betreft die migratiestromen, want het is ook een uiting van globalisering natuurlijk, dat voor mensen elders ver weg wij deel van hun horizon zijn geworden, ook dat is globalisering. En niet alleen die andere deel van onze horizon natuurlijk. Mijn hele punt is dat, of het nu gaat om die economische risicomaatschappij op wereldniveau, of dat het gaat over die angst voor de anderen, dat bij een versterkte verzorgingsstaat mijn hypothese wel blijft dat we er anders gaan mee omgaan. Dat het de angst voor een stuk lager zal liggen en een ander karakter zal hebben. Dus daar ben ik wel van. Daar ga ik van uit. Ik denk dat ik daar moet van uitgaan, want als ik die hoop zou opgeven, dan kom ik in angst terecht. Dus dat handeling, want het gaat ook om een handelingsperspectief uiteindelijk, om een politiek handelingsperspectief, dat wil ik wel minstens hypothetisch blijven houden. En ik geloof ook in de performatieve cirkelkracht van die redenering. Dus ik geloof dat als we een stuk collectief handelingsvermogen terugwinnen via de verzorgingsstaat en dat die ons ook meer collectief handelingsvermogen biedt, dat we anders zullen anders angstige mensen zullen worden. Waarmee dan niet gezegd is dat die angst verdwenen is, maar ze zal wel van karakter veranderen. En dat vind ik wel heel belangrijk. Bijvoorbeeld dat we meer naar elkaar luisteren. Dat er meer openheid is. Daarmee is niet gezegd van het probleem is opgelost, dat is iets helemaal anders. Misschien dat je daar direct aan. Misschien zijn er toch wel allerlei verschillende woorden nodig. Voor dat gevoel van onzekerheid. Rond globalisering zien we toch wel dat er reactie is om te kijken of we meer grip kunnen krijgen daarop. En ik denk dat dat wel behulpzaam is, dat je toch wel probeert om niet te doen, want dat heeft ook te maken met het verhaal dat gezegd wordt. Het idee is dat wij nergens meer grip op hebben, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Onze overheid heeft wel grip, ook op globaliseringsstromen. Als het gaat over of je vrije handel wil of niet. Migratie is echt een keuze geweest om in Europees perspectief te zeggen dat we de grenzen opendeden. Dus er zijn wel allerlei keuzemomenten geweest. Dus je hebt meer grip dan dat je... Ik denk dat het eerder is dat de manier waarop er gesproken wordt heeft geleid tot angst en het feit dat de overheid steeds heeft gezegd van nou, daar hebben wij geen grip meer op. Dus een opnieuw nadenken over waar je wel grip op hebt en waarvan je vindt dat mensen om moeten kunnen gaan met onzekerheid is volgens mij het fundamentele gesprek dat we moeten hebben. Maar ik zou ook nog wel graag willen weten van u, ziet u ook bronnen van niet-angst? Want ik krijg een beetje pijn in mijn buik als ik het zo lees. En ik weet ook niet of iedereen hier in de zaal ook de hele tijd denkt of thuis van, ik heb ook angst. Er zijn toch ook bronnen van niet-angst en ook plezier aan spanning. Anxiety in het Engels heeft ook de connotatie, in het verleden in ieder geval, van spannend, leuk. Ja, dat klopt. Nu, een van de redenen waarom dat ik vind dat we niet in een angstcultuur leven, is dat we een basisvertrouwen in de wereld, dat de meesten van ons een basisvertrouwen in de wereld hebben, en ook in de sociale wereld. Dus dat je niet zomaar omver wordt gereden. Dat is altijd mijn voorbeeld. Van, je vertrouwt erop dat wanneer het rood is, dat de auto's stoppen.
Je vertrouwt erop dat iemand niet op het gaspedaal gaat drukken wanneer je de straat aan het oversteken bent en die komt aangereden. Het is een basisvertrouwen, zoals je er ook op vertrouwt dat iemand met wie je samenleeft, dat hij niet plots met een keukenmes voor je staat. Dat is basisvertrouwen, dat is ontologisch vertrouwen, dat ook een heel belangrijke sociale dimensie heeft. En dat zet een ontzettende ventiel op mogelijke angsten. Ik denk dat daar een heel belangrijk psychologisch punt ligt van op het moment dat mensen hun basisvertrouwen verliezen in de wereld, en in de bijzondere sociale wereld, in belangrijke anderen, ja, dan is het nodig om psychologisch tussen te komen, denk ik. Maar dus ik denk dat basisvertrouwen, dat eigenlijk wel algemeen blijft. En een tweede, dus dit is banaal, maar die is heel belangrijk. Zoals we eigenlijk nauwelijks een sociologie van angst hebben, hebben we nog minder een sociologie van geluk. Er is een economie van geluk. Maar de vraag, wat zijn nu de sociale mogelijkheidsvoorwaarden om gelukkig te zijn met anderen? Ik vind dat heel belangrijk, want dat is natuurlijk wat langs de andere kant in die balans angst-niet-angst ligt. Dat zijn gelukservaringen. Ik denk dat hoop dat dat te maken heeft met eigenlijk collectieve gelukservaringen. Van klein naar grotere schaal. Wordt gesproken, ik weet niet of jullie die term in Nederland kennen, van toenemende verzuring. Nou, bij linkse partijen wordt dat altijd gebruikt. Dat is super feministen, dat is ook wel een dingetje. Nee, bij ons, we hebben het dus naar aanleiding precies van het doorbraak en dan blijvende karakter van rechtspopulistische partijen. De uitdrukkingen kregen vanaf eind jaren 90 eigenlijk toch wel breed ingeburgerd geraakt. Eerst in de media en dan brede maatschappelijke media van Vlaanderen is verzuurd. Dus dat betekent, je hebt mensen die angstig zijn, maar vooral ook die gewoon negatief in het leven staan. Dat is de verzuring. Dus negatief in het leven. Wij noemen dat, denk ik, maatschappelijk onbehagen. Zo heet het bij ons in sociologisch onderzoek ook, maar de kranten... Ja. In de kranten ook, denk ik. Ja. Dus die zuurtegraad die zou zeer hoog zijn. En ik vind dat wel een interessante gedachte, maar dat is compleet speculatief, empirisch bijzonder moeilijk hard te maken. Dat is van, zijn mensen minder gelukkig geworden? Bijvoorbeeld mede door die tendensen die ook Bouken heeft geschetst. Van, maakt vrijheid misschien minder gelukkig? Want dat is iets wat hij impliciet suggereert. En wat ik zeker het overdenken waard vind. Dat is dat vrijheid niet per se gelukkig maakt. Met name vrijheid binnen het alledaagse leven. Keuzevrijheid binnen het alledaagse leven. Binnen een vergelijkend perspectief waarin je ook jezelf, en daar zijn sociale media natuurlijk de interface, aan het vergelijken bent constant. Niet meer incidenteel, maar constant aan het vergelijken bent met anderen. Maakt die vrijheid wel gelukkig. Die met individualisering, afkalving van tradities is gekomen. Ik vind dat wel een interessante vraag, al weet ik dat ze empirisch onmogelijk te beantwoorden is, maar... Ik ben ook benieuwd om inderdaad dat perspectief... ik heb het perspectief van Bouke inderdaad in te brengen. Ik ben toch wel benieuwd wat jullie daarvan zeggen. Van oké, de millennial heeft eigenlijk is in alle gemakken voorzien misschien wel. En de angsten die altijd een soort uiting zullen vinden... het heeft misschien niet te maken met onzekerheid of en meer in een identiteitsdiscours is dat in opgenomen. Ik vind het een boute claim. Wat denken jullie hiervan? Nou, ik vind het altijd heel ingewikkeld als iemand zegt dat die een millennial is. Alsof dat één generatie is die vastgeklonken zit aan een bepaald tijdsgewricht. En waar we het nog niet over hebben gehad, is natuurlijk die enorme ongelijkheid van onzekerheid en angst. Want als hij het heeft over, we zijn nog nooit zo makkelijke leven gehad en dergelijke, dan denk ik, over wie heb je het? Ik ken een hele generatie van jonge mensen die geen basisbeurs meer hebben, die op het VMBO moeilijk vooruit kunnen komen. Dus ik vind het heel ingewikkeld als socioloog om te spreken over de millennial, waarbij je geen onderscheid maakt tussen groepen, tussen kansen. Het gaat ook over,
over vrije keuze. Sommige mensen zou je willen dat ze meer te kiezen hebben. Dus misschien is het goed om dat element ook in te brengen. Voor sommige mensen is de samenleving nu echt een spijkerbed. Met discriminatie. Ik had het net over de Black Lives Matter movement. En ik denk dat dat ook heel erg goed is. Dat hoort bij het zelfvertrouwen in een samenleving om dit soort dingen aan de kaak te stellen. Dus dat is mijn eerste reactie op dat. Ook kritisch, hij kan niks terugzeggen. Dat is heel onaardig eigenlijk. Maar belangrijk om die verschillen in groepen ook wel te benoemen. Ja, en hij noemde ook natuurlijk de rol van vergelijken, die hij ook weer benoemt. In die zin zijn er ook overeenkomsten te zien. En is wel die social media. En natuurlijk, als het gaat over social media, generatie. Maar daar heeft niet alleen zijn leeftijdscategorie of zo last van. Maar sociale. Dat is heel mooi in het boek. Is als je goed begrijpt hoe belangrijk sociale vergelijkingen voor ieder mens is, dan begrijp je dat die sociale media enorme impact hebben op het leven van mensen en het geluk in de samenleving. Of de angst in de samenleving. Wat ik interessant vond dan, ik ben helemaal mee eens, dus dat je generaties moet differentiëren, dat je moet kijken naar de sociale ongelijkheid die altijd blijft spelen binnen generaties. Hoe deze, ook al hebben ze misschien een soort tijdsgeest gemeenschappelijk. Ik ben een heel slecht socioloog geworden, maar ik bedoel, opgroeien binnen een neoliberaal tijdperk is iets anders. Voor alle klassen, denk ik, is iets anders dan opgroeien in een situatie van een expanderende verzorgingsstaat in de jaren 60. Dus ik denk dat er wel een gemeenschappelijke ervaring is, maar die werkt heel verschillend uit binnen verschillende sociale milieus. Te beginnen verschillende sociaal-economische klassen natuurlijk. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat hij aankaart is iets dat interessant is precies vanuit die zogenaamde neoliberale tijdsgeest, namelijk dat jongeren die individualisering, die dan neerkomt ook op een sterke psychologisering, bezig zijn met de identiteit, dat ze die hebben verinnerlijkt op een zodanige manier dat eigenlijk angsten met een duidelijke sociale bedding, sociale media, zich vergelijken met anderen, dat ze die aan zichzelf toeschrijven en dat ze er een identiteit van maken. Nou, dan heb ik wel de neiging om te zeggen, dit is neoliberalisme in het kwadraat, want dit is volledig verinnerlijkt neoliberalisme. Dit is eigenlijk de effecten zodanig aan jezelf toeschrijven dat je zegt, dit ben ik. En dat vind ik wel interessant. En ik denk dat hij voor een bepaalde groep, daar ook wel een punt heeft. Maar dat zullen niet de pakjesbezorgers zijn. Nee, die zijn misschien ook niet in alle gemakken voorzien, die groep. Nee, het is goed om een onderscheid te blijven maken, zeker. Ja, maar die pakjesbezorgers die zullen ze toch wel aan zichzelf te zeggen dat ze het aan zichzelf te wijten hebben. Dat zij bijvoorbeeld geen goede plek hebben op de arbeidsmarkt. Dus wat ik altijd heel chockerend vind, is dat ook in het onderzoek onder werklozen er wordt ook onderscheid gemaakt tussen door werklozen zelf, over degene die het aan zichzelf te danken hebben of te wijten, en zijzelf. En dat is best een grote groep waarvan zij dus zeggen van ja, dat is hun eigen schuld. Dat zeggen werklozen dus zelf. Dus kan je nagaan over hoe er in de hele samenleving geredeneerd wordt. Dus dat neoliberale, dat alles naar jezelf, naar het individu toeschrijven. Niet meer eigenlijk antisociologisch denken. Dat is wel heel sterk aanwezig. Ik vind het eigenlijk wel tijd om eventjes te kijken of er uit het publiek vragen zijn. We hebben één microfoon daarvoor nodig. Steek je hand op en hou het inderdaad bij een vraag. Ja? Ja, mijn vraag gaat. Ik heb hem ook wel eens al eerder gesteld in aanwezigheid van mevrouw Monique Kremer. Maar ik miste dat ook in uw onder hoofdstuk waar u Lenin aalde en riep wat te doen. En daar noemt u een aantal dingen, comments heeft u genoemd en nog iets wat ik even kwijt ben. Maar wat ik daarin mis is het onvoorwaardelijk basisinkomen. Het is een probleem aan de ene kant, u praat over te ver doorschrijdend individualisme en
Ik ben onmiddellijk ook van mening dat het onvoorwaardelijk basisinkomen, waarbij iedere burger vanaf het 18e een leefbaar basisinkomen krijgt, of die nou huisvrouw is of huisman, een dikke baan heeft, koning is of dakloze, maar hij of zij krijgt een leefbaar basisinkomen. Aan de ene kant denk ik ook een uiterst solidaire maatregel, maar zal ook het individualisme inderdaad ook wel een sterke stimulans kunnen geven. En wat is de vraag? Mijn vraag is waarom het basisinkomen niet in het boek als angstbestrijder, zal ik maar zo even zeggen, als mogelijkheid naar voren is gebracht. Tenminste, ik heb het boek nog niet gelezen, maar misschien staat het er wel in. Maar daar heb ik u nu niet over gehoord. Nee. En ik weet dat het ook een thema is wat mevrouw Kremer ernstig bezighoudt. En zij ziet er heel weinig in. En ik vind dat maar heel jammer. En ik zou daar toch nog wel eens even wat antwoorden op willen hebben. Ja, het basisinkomen, is dat het antwoord? Misschien kunnen we even de microfoon doorgeven. Ik ben heel lange tijd een voorstander geweest van het basisinkomen, maar daarmee is natuurlijk ook meteen gezegd dat ik het niet meer ben. Ik denk dat het inderdaad uiteindelijk... Het is niet voor niks zo dat voorstanders van het basisinkomen heel vaak in de libertaire hoek ook zitten. Dus het is een zeer individualistische hoek. En dat brengt mij eigenlijk bij het heel principiële punt in zaken een basisinkomen. Dat is de kwestie van hoe integreer je mensen in een samenleving. En ik denk dat dat uiteindelijk toch nog altijd primair is via werk. Ik denk dat de primaire factor van integratie voor volwassenen ligt in werk. En daarom ook dat het zo belangrijk is om dat debat te voeren over de werkcondities natuurlijk. Maar dat is eigenlijk een heel primaire reden waarom dat ik niet meer voor een basisinkomen ben. Dat is, het dreigt eigenlijk de individualisering in onze samenleving te bevorderen. Ik weet wel dat de voorstanders van basisinkomen altijd zeggen van ja, maar geef mensen een rugzak mee. Waarbij dan men vergeet, die rugzak, daar zit geen 2000 euro in. Hè. Dat is onmogelijk te betalen. Ik heb berekeningen voor het basisinkomen gezien, dan kom je... Om dat leefbaar te maken op basis van het wegnemen van alle bestaande sociale zekerheidsregelingen, dan kom je tussen de 750 en de 1000 euro. Klopt. Ja, dat klopt. Hè. Dus... De vermogensbelasting die kan ook nog wel. Ja, dat klopt. Maar het argument meestal pro- en basisinkomen is van mensen kunnen zich daarbij weghouden van slechte arbeidsvoorwaarden. Nou, dat vind ik dus eigenlijk een zeer slecht argument. Je moet strijden voor betere arbeidsvoorwaarden. In plaats van mensen op een soort armoedeniveau te zetten met een basisinkomen. Nu, dit is een principieel politiek punt. Maar daarachter zit ook wel een klassiek sociologische vraag van... Hoe raakt een samenleving geïntegreerd? Waar ontstaan primaire vormen van sociale betrokkenheid? En buiten de familie, maar dan zit je in de private kring, denk ik dat dat eigenlijk nog altijd de werkkring is. Maar misschien zie jij dat anders op basis van... Ja, de hele argumentatie heb ik al eens een keer er precies zo, maar u heeft het heel mooi verwoord zoals ik het vast niet zou kunnen. Dus. Ja. Zijn er nog andere vragen uit de zaal? Hiervoor? Ja, ik vind het allereerst weer fijn dat we hier fysiek bij elkaar zijn tussen het digitale geweld nu, afgelopen 2 jaar. Als ik me even bij elkaar optel, ik ben zelf ondernemer en ik vind het een fascinerend onderwerp. En als ik even kijk naar de mensen, het sociale gedeelte, en ik kijk naar de afgelopen 2 jaar, het digitale geweld, zie ik 2 dingen. 1, zouden we dus vandaag niet een fantastisch statement maken om social media af te schaffen? Om een statement te maken tussen alle plussen en minnen. Want ik zie ook wel de plussen en ik zie ook wel de minnen, maar ik zie te veel minnen. De impact van de minnen vind ik te fors. Mijn idee. Andere kant, hoopgevend, dat ik studenten spreek die ook wel vinden, afgelopen 2 jaar, dus we hebben het over de millennials waar we het nu over hebben, die dus gekluisterd zitten aan het scherm, even heel kort door de bocht, die snakten naar offline college. Ik denk, verademing, er is hoop.
voor hunzelf in ieder geval, dat ze zeiden van nou, dit is wel te veel. Dat vond ik dan ook alweer een hoopgevend signaal. Dus maar het social media aspect, we hebben het nu over Zuckerberg en alles, de hele, kijk mij eens lekker bezig zijn, kijk mij eens op het strand liggen, kijk mij eens de honderd laten. Ja, dat niveau en daar je vreugde aan ontlenen en, of je frustratie aan ontlenen, het gaat nergens meer over. En dat kunnen we Zuckerberg kwalijk nemen, maar we kunnen natuurlijk ook de mensen die daar zich mee bezighouden weer kwalijk nemen. Dan zeg ik alle plus bij mijn kop geteld, schrap het. We krijgen allemaal hele concrete ontangst-ideeën. Social media afschaffen. Mijn standpunt over social media is net iets anders. Social media nationaliseren. Ik vind social media is een prototype van een binnen de private sfeer, de marktsfeer, ontwikkelde publieke dienst. Ik denk dat je eigenlijk kan zeggen, Facebook, Instagram, Twitter wil ik nog even buiten beschouwing laten. Dat is hoewel een soort, ook wel een toch wel openbare ruimte. Maar zeker Facebook en Instagram, dat zijn gewoon publieke diensten. Mensen moeten daaraan gekoppeld, of heel veel mensen moeten daaraan gekoppeld zijn, om eigenlijk bepaalde informatie te op een gemakkelijke manier te bekomen. Om bepaalde sociale contacten, en dan gaat het niet om iemand die twee straten verder leeft, maar die aan de andere kant van de oceaan zit, om sociale contacten te blijven onderhouden. Dus ik vind dat eigenlijk een publieke dienst. Maar als je zegt, maak er een publieke dienst van, dan zeg je meteen ook, nu gaan we stevig reguleren en we kunnen ook reguleren. Dus ik denk niet dat de kwestie van social media er een is van pro of contra social media. Ik denk dat het echt aankomt op de regulering. En dan praten we welk soort algoritmes worden eigenlijk jouw contacten gestuurd. Ik denk dat dat de vraag is en ik denk dat het wel degelijk kan om daarop te sturen op een zodanige manier dat social media social of meer social worden. Er is nog hoop voor social media? Ik heb hier nog nooit over nagedacht. Maar wat ik nu wel interessant vind is het nationaliseren. Vind ik wel vrij ver gaan, maar als je het vergelijkt met het publieke domein, bijvoorbeeld het plein, op een gegeven moment ontstonden er natuurlijk wel regels over hoe je met elkaar omgaat op een plein. Dus ik kan me voorstellen dat je met het groter worden van social media, dat je meer gaat nadenken over wat heb je nou nodig om te zorgen dat in het publieke domein er goede afspraken zijn. Nou ja, we hebben bewaking, we hebben politie. Daar hoop je hoopt eerst natuurlijk dat mensen het onderling gaan oplossen, maar er ontstaat een bepaalde idee over hoe je daar kan zijn. We zien ook dat het publieke domein af en toe wordt overgelaten aan de marktpartijen. Hè? Dus dat is ook een grotere zorg die je hebt. Maar ik denk dat het in datzelfde verhaal we meer moeten nadenken over welke marktpartijen zijn er in dat publieke domein. Wie reguleert dat? En wat voor soort bewaking gaat vanzelf of wordt gewoon in de samenleving opgelost? En wat heb je dan eigenlijk nodig qua toezichthouders en dergelijke? En dat lijkt me wel een gezond ontwikkeling om daar meer over na te denken. Nationaliseren kan ik me nog niet helemaal iets bij voorstellen, maar leuk gesprek voor bij de borrel, denk ik. Ja, een korte reactie. Ik voor alle duidelijkheid. Met nationaliseren bedoel ik precies het onder controle brengen van een overheid. En eigenlijk beter niet de natiestaat. Mijn punt is altijd, als je over die dingen nadenkt, dan zie je echt verschil tussen Europa en Amerika. Ik bedoel, in Amerika kan je dingen reguleren op het niveau van wat bij ons Europa is. Als je federaal iets reguleert, dan zit je eigenlijk wat betreft bevolking en territorium, zit je met iets vergelijkbaar als Europa. Dus eigenlijk moet ik zeggen Europeaniseren. Maar ik wil geen discussie over hoe dat onze Europese overheid moet worden ingericht, want dat is een zeer lange. Voor een andere avond. Het hele punt is natuurlijk dat het ook gaat over het menselijk gedrag. Ik bedoel, het gaat natuurlijk. Sociale media is natuurlijk een plek waar die vergelijking gewoon tot het verst doorgevoerd gebeurt. Dus mijn vraag zou ook wel zijn van, oké, we gaan het niet hebben over het individu dat voor steeds verantwoordelijk is. Maar de vraag is wel of wij niet ook als samenleving en als mensen op zich meer moeten nadenken over dat probleem van die sociale vergelijking. Ja.
Dus we kunnen wel iets doen aan de... aan de dingen aan het plein of aan de sociale media. We kunnen ook wel iets doen aan collectieve arrangementen die we organiseren. Maar het moet ook komen van mensen zelf. En ook het zien dat de diagnose is, wordt nog niet geheel gedeeld door iedereen. Dus dat is nog een gesprek, denk ik. We hebben genoeg in ieder geval thema's en dingen om verder om door te gaan. We moeten helaas deze avond gaan afronden. Dringende vragen kunnen vast nog worden gesteld hier als we nog even rondlopen. Ik zou eerst in ieder geval Bouke nog willen bedanken voor de video-inzending. Die hebben we natuurlijk gevraagd om te reflecteren op het concept anxiety. Daar brachten we hem ook al in een lastig pakket mee. Nou, bedankt. En Monique Kramer, bedankt. En Rudy Laermans, bedankt. Spij25, bedankt voor deze mooie avond. En ja, we hebben genoeg verhalen ook over hoop en praktische actiepunten. Dus... Ik moet het hier helaas bij laten. Dankjewel.